Dus je staat koppelde staalmatten aan en hijsen naar het dak. Op het moment dat wij die oefening opstarten, voilà, nu is die oefening opgestart. Dan krijgen wij het beeld gelijk dat wij in een torenkraan zouden zitten. Dus de bediening gebeurt volledig met de joysticks, gelijk een echte torenkraan. De simulator combineert verschillende bouwplaatsmachines, onder andere de rupskraan, de torenkraan, de wielader, de autolaadkraan, de boel. Dus die zitten allemaal in één simulator. Wij kunnen bijvoorbeeld een oefening instellen waarbij heel veel wind is, dus dat we effectief voelen van die kraan beweegt of we krijgen die ketting gewoon niet stil. Bijvoorbeeld bij een infosessie, we willen veel kandidaten aantrekken om de opleiding te volgen door het ineens te doen of kennis te maken door fysiek echt op een simulator te zitten. Per machine krijgen we eigenlijk hier alle oefeningen die beschikbaar zijn. Een ander voordeel natuurlijk erbij is ook dat cursisten zelfstandig hierop kunnen werken. Dus dat er niet altijd een instructeur moet bij zijn, waardoor dat er ook een tijdswinst kan gecreëerd worden. Dat is de wiellader. Dus de bedoeling is dat wij die vrachtwagen eigenlijk gaan laden. De meeste die... Ja, die vinden het wel een leuke uitdaging van met nieuwe technieken en op een nieuwe manier en op een, ja, een leukere manier eigenlijk een beroep aan te leren of een bepaalde handeling aan te leren. Voilà, dus mijn oefening is nu voltooid. De vrachtwagen is geladen, dus mijn eerste oefening is klaar.